De MO-groep neemt je mee op een reis door het land, langs succesvolle maatschappelijke interventies om professionals zoals jij te inspireren. Deze keer zijn we te gast bij welzijnsorganisatie Particiep in Alphen aan de Rijn. In opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn handelt Particiep de WMO-aanvragen af. En met de methode Het Gesprek brengt zij ook meteen andere vragen over de leefsituatie van inwoners in kaart, om zo gerichte ondersteuning te kunnen bieden. Omdat ik klachten had en volgens de huisarts of volgens een andere huisarts dan van u mankeert niks, u heeft angsten. Toen zei ik, oh, angsten. En dan? Wat Particiep wil doen is zorgen dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan zijn doordat iemand een voorziening nodig heeft, een woningaanpassing of een scootmobiel of misschien hulp bij huishouding. Maar dat kan ook zijn doordat iemand graag actief wil blijven. De WMO wordt in Alphen aan de Rijn uitgevoerd bijna helemaal door onze uitvoeringspartner Particiep. En Particiep verzorgt zowel de collectieve voorzieningen als ook de individuele verstrekkingen. Ik rijd geen auto meer omdat ik niet goed kan zien. En dat vind ik vreselijk. En je wil wel eens ergens heen. Ze hebben een probleem en ze weten niet waar ze terecht moeten. Nou, op dat moment kunnen zij dus hier terecht op het serviceplein. En dan gaan wij met hen in gesprek. En zo'n gesprek, dat moet een open en niet oordelend gesprek zijn. Dus je gaat letterlijk naast de klant zitten en eerst eens achterhalen wat is hier aan de hand. Vroeger ging het allemaal via een beslisboom. En nu moet men veel dieper op de vraag van de mens ingaan, van de cliënt ingaan. Ik denk dat de organisatie dat kan doen door sowieso constant te oefenen. En ik denk ook ik denk ook dat er mensen zijn die het niet zullen leren. En dat heeft helemaal niks met de mensen zelf te maken. Maar als je dat niet kunt, als dat niet in je zit, moet je ook niet willen dat iemand dat gaat doen. Ik wil graag wat informatie over alles wat er mogelijk is om als je ouder wordt, ouder ben, gewoon op mezelf te blijven wonen met de hulp die mogelijk is. En ja, wat had ik voor hobby's? Koken, nou dat is ook niet meer wat het vroeger was. Nee. We hebben een gesprek gevoerd, een aantal levensdomeinen doorgenomen, om te kijken, nou, hoe ziet haar netwerk eruit, hoe is haar welzijn, hoe zijn haar financiën? Ja, ik vond het een heel prettig gesprek met de adviseur. En ze heeft me zakelijk en alles goed uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. En ze heeft ook duidelijk gezegd dat als ik iets wilde, dat ik altijd kon bellen. Er zijn mensen dus hier daadwerkelijk aanwezig in het stadhuis op een hele laagdrempelige manier. Want dit is de eerste plek natuurlijk waar mensen naartoe komen als ze zo'n hulpvraag hebben. Alleen dat zijn mensen van Particiep zelf ook die gesprekken voeren. En dat stelt ons als gemeente in staat om enerzijds die dienstverlening heel laagdrempelig aan te bieden. Maar anderzijds ook als gemeente in de regierol te zijn met een uitvoeringspartner met wie wij hele duidelijke afspraken kunnen maken. Die we kunnen monitoren door middel van subsidieafspraken. En daar is inderdaad uitgekomen dat mevrouw zich best wel onzeker voelt in haar woning door haar visuele beperking. En dat zij wel heel erg geïnteresseerd is in de personenalarmering. Dus dat gaan wij voor haar aanvragen. De knop is mij thuis bezorgd door een meneer, en die heeft dat keurig uitgelegd en heeft het geïnstalleerd. De knop heb ik omgehangen gekregen en heb ik omgehangen gehouden. Het moet geruststellend zijn, maar nou ja, dat zal ik allemaal nog moeten ervaren. Het kan nooit goed gaan nu al natuurlijk. Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar als je ergens mee begint, dan heb je een inwerkperiode nodig. En die inwerkperiode, dat gaat niet in 2-3 maanden. Dat is een proces. En ik denk dat je dat proces, dat je daar een aantal, misschien wel jaren voor uit moet trekken, voordat iedereen eraan gewend is. Voor de maatschappij heeft dit als winst dat mensen meer gebruik gaan maken van allerlei algemene voorzieningen, zoals welzijn. Dat mensen zich beter in hun huis en in hun wijk voelen.
waardoor ze minder snel een beroep doen op zorg. Dus als je vanuit financieel oogpunt gaat kijken, dan is het dus goedkoper. De cliënt krijgt met veel minder mensen te maken en de cliënt houdt, als het goed is, maar 1 of 2 contactpersonen. En dat is gewoon heel belangrijk. Als jij als cliënt 6 keer je verhaal moet doen, dan denk je, nou, de 2e keer laat me zitten. De werkwijze zoals we die hier in Alphen aan den Rijn nu hebben, vraagt dat je heel veel vroegtijdig in overleg gaat met alle mogelijke partijen en partners. Dat is best wel arbeidsintensief, maar ik heb gemerkt dat in een stad heel veel mensen wel diezelfde kant op willen. Als je ze maar gewoon echt betrekt. Dus je moet daar veel energie aan geven, maar dat verdient zich dubbel en dars terug. Dus ik zou het eigenlijk iedereen kunnen aanraden. Wil je meer weten over deze methode? Meld je dan aan op de MO-groep website en discussieer mee in de discussiegroep.